In de vorige aflevering. Dag jongen, houden we. Jongens, hey, we zijn op Marien. Want ja, nou, we hebben gewoon bandjes, hè. Ja, dat is koud, ja, dat wou ik zeggen. No way, we zijn op Village, ja, ja. Real love. We zijn weer lekker bij het zwembad vandaag. En ja, we gaan zo meteen even glijden. Bijna omhoog. Maar we gaan dus lekker zwemmen vandaag. En we zitten hier, hè? Het is best wel goed weer. Dus ja, mooi. Oh, go! We hebben weer een pannenkoek, ja ja. Hoi, we gaan lekker naar het binnenbad in de Ocean, ja ja. En hun twee zijn onze nieuwe matties. En we gaan naar het binnenbad, want hun hebben het water nog niet gevoeld. Oké, wie gaat er eerst? Ik wil even niet. Ik geloof het niet. Wie gaat er eerst? Italia Ocean weer, want daar zitten onze vrienden, of eentje ervan in ieder geval. Dus gaan we eten. Hey, Optimo. Mooi. Nou jongens, we zijn nog even op Village, maar we gaan. Ik wil even dit shot, heel die rij helemaal vol. Omdat daar een barbecue staat. Ja, die staat daar meestal. Maar wij gaan nou naar Ocean. Ja, ja. Jongens, we moeten een beetje doorlopen.
Want wij zijn van ja, Brabants kwartiertje. Maar dadelijk hebben we dat Brabants kwartiertje echt nodig. En dat willen wij eigenlijk niet, dus we moeten een beetje doorstappen. Nou mensen, we lopen nu terug van Ocean. We zijn nu op Ocean nog. Maar nu gaan we weer terug naar Village, want het is al, zoals even kijken, ja, 5:55. En ja, dan moeten we ook nog weer langs die bewaking. Maar dat komt wel goed, want gisteren zei hij, I know you. Dus dat komt vandaag ook wel goed. Want wij komen gewoon altijd rond dezelfde tijd daar langs, dus hij weet dat ondertussen al wel. Maar dan ga ik bij deze even de video afsluiten. Dus ik zou zeggen, doe even een like en abonneer even als je dat wil. Dan moet je het allemaal lekker zelf weten. En morgen hebben wij nog één volledige dag. En daarna moeten we dus nog een keer slapen. En dan gaan we weer naar huis die dag daarna. Dus ik zou zeggen, houden. Wat er volgende week gebeurt. De Unicorn Challenge. Nou, we zijn dus bij Marina aan het eten en het is nu weer de tijd om toetjes te kiezen.